Oké, we gaan alle 10 krachtoefeningen voor de clubkampioenschappen bij langs. Matthias doet hem voor en ik leg uit wat voor de verschillende categorieën de juiste uitvoering is. Dus ook wanneer het bijvoorbeeld geen herhaling is. Daar zijn we streng op. We zorgen dat de jury staat. We gaan beginnen met de eerste. Dat zijn de boxjumps voor de heren, de middelhoogte en voor de dames de lage hoogte. 2 voeten gelijk afzetten. Je moet zorgen dat je op de box helemaal gestrekt bent in de heupen. En vervolgens mag je weer van de box af. Bij je allerlaatste herhaling mag je vanaf de box in één keer rechtdoor. Want elke keer na de oefening ga je rechtdoor naar het hek toe. En daar loop je vervolgens het parcours verder. Mijn advies is, zorg dat je eraf stapt in plaats van springt. Want juist bij die sprong terug, onder vermoeidheid, kunnen daar de ongelukken ontstaan. Bij recreatief is het ook een optie om box step-ups te doen in plaats van box jumps. Eigenlijk hetzelfde verhaal, maar je stapt 1 voor 1 op de box. Zorg dat je met beide voeten weer op de grond hebt gestaan. En dan doe je je volgende herhaling. Links en rechts is 2, dus je telt het gewoon door. Oké, we hebben hier de walking lunges. Je moet naar de overkant en elke keer doe je dat door middel van de lunge, oftewel de uitvalspas. Bij elke stap moet je knie heel licht de grond aantikken. Ja, dat is iets te zwaar. Je hebt al last van je knie, Matthias. Juist. Je mag even rusten, dan kun je gewoon staan op je plek. Zodra je daar bent, mag je gaan verder doorlopen richting het hek. Na elke krachtoefening loop je dus in een rechte lijn door naar het hek. En dat zal dan ook straks aangegeven worden. En ga je bij het hek pas linksaf, zodat je door die opening naar de hindernis toe kan rennen. Volgende oefening, de trekkerbandflip. Hier gaan we. Bij de trekkerbandflip zorg je dat je de band heen en weer flipt tussen de witte en de gele lijn. Dus je mag omdraaien, Matthias, deze kant op. Ja. Dus je flipt hem, vervolgens moet je eromheen lopen. En moet je hem weer terugflippen. Ja, elke keer flip je heen en weer. Kan gebeuren dat hij rolt. Ja, hoe je dat doet is eigenlijk aan jou. Maar we kunnen daar natuurlijk wel tips voor geven van wat dan de handige manier is. 2 handen eronder, armen gestrekt. En vanuit die heupen echt omhoog komen. Bandensleep. Bandensleep zwaar. Er staat daar ergens een hoedje. De afstand die het nu is, wordt het waarschijnlijk. Maar misschien veranderen we die nog. Je mag zelf weten of je vooruit of achteruit rent. Dat maakt eigenlijk niet uit. We doen even alsof deze lijn is, Matthias. De band moet helemaal over de lijn zijn geweest. En dan kom je weer terug. We hebben straks een strook waarin je heen loopt. En een strook waarin je terug loopt. De band moet ook weer helemaal over de gele lijn zijn. En vervolgens moet het touw weer in de looprichting liggen, zodat de volgende meteen kan starten. Ja, dan moet hij ook weer terug. Precies, precies. Hij moet echt weer zo liggen en dan pas kun je door. Dan hebben we hier de kettlebell ground to overhead. Voor de heren 16 kilo, voor de dames 12 kilo. Je pakt de kettlebell met 2 handen vast en hij gaat elke keer vanaf je grond naar boven je hoofd. Hij moet elke keer de grond aanraken en boven je hoofd moet die armen gestrekt zijn. Vervolgens moet je ook in je heupen en in je schouders gestrekt zijn. Dat is dan 1 herhaling. Wat is een voorbeeld van een foute herhaling? Bijvoorbeeld, nou ja, hij komt er wel, maar armen niet gestrekt boven het hoofd. 1 hand, ja, of dat je de grond niet raakt tussendoor. Dan telt hij ook niet. Ja, hij moet echt de grond raken. Oké, next. We hebben hier een hoepelworp. Je gaat achter de hoedjes staan. Je hebt 1 kans om een hoepel om de paal heen te gooien. Als je misgooit, pak je een band en loop je een strafronde. Wat is een ronde? Ja, er zal dan weer een parcours uitgezet zijn. In dit geval staat er een hoedje. Daar ren je omheen. Vervolgens leg je de band weer terug in het vak waar je hem vandaan hebt. En even een algemene regel, dat geldt voor de banden, dat geldt vooral ook voor de kettlebells. Er wordt niet mee gesmeten. Als we zien dat ze smijten, dan krijg je de straf en dat is 20 burpees. Als krijgen wij ruzie met de korfbal. Krijgen we ruzie met de korfbal. Dan hebben we hier squats. Air squats noemen we die, oftewel squats zonder extra gewicht. Je hoeft niet te springen.
Dus je mag gewoon squatten. Ja. Zorg ervoor, de jury zal erop letten dat je met je benen, bovenbenen, minimaal horizontaal aan de grond zit. Parallel aan de grond. Dus je billen ter hoogte van je knieën. Matthias gaat zelfs iets dieper, dat is prima. Dit is niet diep genoeg. Ja? Hou je hakken op de grond. Squat is verder wel duidelijk, denk ik. Rijplaat lasloop. Je pakt één rijplaat. En die mag je vasthouden zoals je zelf wil. En daarmee loop je of ren je om het hoedje heen. En weer terug. Ook de rijplaat neerleggen. En zit er nog een verschil in de kaarten? Er zit geen verschil in de heren dames. Voor nu. Kan zijn dat we dat nog wijzigen. Voor de wedstrijd, hè? Voor recreatief dus wel... Nee. Ook helemaal niet. Recreatief doet in principe alles dezelfde oefeningen. Ik zeg niet dat ze ook dezelfde aantal herhalingen of afstanden doen. Dat moet nog nader te betalen zijn. Dit is ongeveer 18 kilo. Kan ook zo. Oké, wisselen van hand. Ja. Ik denk dat je er wel komt. We hebben hier weer kettlebells. Heren 16 kilo, dames 12 kilo. Kettlebell swing. Je pakt hem met twee handen vast. Je zwaait hem tot ooghoogte en je laat hem weer zakken tussen je benen. Explosief vanuit de heupen. Een herhaling is dus die volledige beweging. Als je hem... Ja, dit is een wat minder goede uitvoering. Ik zou het nog steeds tellen als herhaling, maar je maakt jezelf er wel mee stuk. Dit is te kort. Dat is ook geen herhaling. Ja, hij moet echt tot ooghoogte komen. Oké, leg hem weer neer. Voordat je jezelf helemaal kapot maakt. We hebben hier de laatste oefening, namelijk de burpees. De burpees, je begint naar de grond toe, buik op de grond. En je springt met je handen boven je hoofd. Als je maar met je buik en benen en borst volledig op de grond ligt. En als je maar een sprongetje maakt met twee voeten tegelijk afzetten met je handen boven je hoofd. Matthias doet hem best wel explosief nu. Hij mag iets minder explosief, dan telt hij nog steeds. Je mag ook stappen naar achter, stappen naar voren, twee voeten tegelijk afzetten. Dit kan ook. Ja, telt nog steeds. Klasse. Elke ronde bestaat dus uit een hindernis in Alpha, een hindernis bij Bravo, een loopronde en een oefening. En we hebben 10 rondes totaal. Ik heb hem gisteren getest. Uiteindelijk met die eerste ronde met last kom je op een 5,7, 5,8 kilometer uit. En dan heb ik de hoepel raak gegooid. Dus anders was het nog extra 100, 200 meter. Ik heb op de papieren omschreven wat een handige aanlooproute is naar die hindernissen toe. Want we zeggen wel het is goed afgelind, maar we zullen het nooit helemaal dwingend kunnen maken. Want je komt elke keer door hetzelfde poortje en dan moet je zelf, en dat wordt je eigen verantwoordelijkheid, in de gaten hebben wat je volgende hindernis is. Zodat je niet eentje overslaat. We gaan dus ook nog filmpjes maken over het hele parcours, zodat je ook precies weet wat de goede uitvoering is. Is van de hindernis. En dan hebben we het vooral over waar stap je in, waar stap je uit. Want de manier waarop je die hindernis klimt, ja, er zijn handige manieren. Maar misschien heb jij wel een veel handigere manier dan wat wij uitleggen. Dus bepaal daarin voor jezelf hoe je hem wil klimmen.